Deze spookwc is niet bedoeld voor bange scheiterd. Welkom in de wonderwereld van het spookslot. Efteling superfan Bas toverde dit kleine kamertje om tot een spookslot. Hij vond het jammer dat deze beroemde attractie in de Efteling gesloten is. En daarom heeft hij er maar eentje bij hem thuis gebouwd. Ik heb een Bluetooth-speakertje gemonteerd. Ik heb twee stroboscoopjes aangeschaft voor onweer na te bootsen. En zes LED-lampjes heb ik aan de bovenkant gemonteerd. In totaal is Bas hier een jaar mee bezig geweest, maar dat ging niet altijd even goed. Dit deel is naar beneden komen vallen, daar ben ik een maand mee bezig geweest. Ja, dat is heel zuur, maar uiteindelijk is er alleen maar beter op geworden. Als Bas wil griezelen, hoeft hij voortaan dus niet meer de deur uit.